close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow. Hallo kijkers. Ja, ja. Hallo kijkers. We gaan weer vis, de spullen weer bij me. En we gaan weer een avontuur beginnen. Op dezelfde plek als de vorige keer. Toen ik met Gijs ging. Met die live run. Nu ga ik met Johan. En nou, het wordt helemaal top. Even een nachtje pakken in de bouwvak. En ja. Het wordt helemaal top filmpje. En abonneer voor meer en like deze video. En kijk ook die andere video's. En als je dat nog niet hebt gedaan, als je dat wel gedaan hebt, helemaal top. En ja, het wordt gezellig. Ik zie jullie zo bij de stek. En hopen op je vis. Nou kijkers, ik ga nu mijn stokken opzetten. Die staan nu alleen op de standaard. En niet nog in het water waar ik ze wil hebben. En jullie zien het tijdsverloop, mijn tent staat al, mijn tijdsverloop heb ik niet gedaan. Maar hier ga ik wel het tijdsverloop gaan doen. Dat komt helemaal goed. Tot zo, en nu de tijdsverloop met de muziekje erachter. Hallo kijkers, ik ga met deze jongen vissen en daar liggen mijn stokken. Met die twee stokken gaan we vissen en dat is mijn tent en daar is Johan zijn tent. En ik ga eventjes naar de snackbar om wat te halen, een patatje met z'n theesaus en een milkshake, twee milkshaken en we gaan ook nog wat bakken, spare ribs en dan gaan we de nacht in. Komt helemaal goed, tot straks. Nou kijkers. Ik ben hier weer en wat eten gekocht bij de snackbar en ja, dat komt helemaal goed. Ah ja. En ik ga weer naar de stek en jullie zien me zo weer terug. Johan. Toppie. Nou, eten staat klaar en wij gaan het nu opeten. Ja, met tijdsverloop en we gaan nog bakken. Dus dat komt helemaal goed. Voor een gezellig nachtje. Ik zie jullie zo weer terug. En straks hopelijk met een vis. Nou Johan, lekker of niet dan? Ja, ja. Nou, we zitten hier aan het bakken. Totdat je even kan fijnen, Frank. En hier meneer Zeek en de kip. Ka, de sperry. En de meneer Zeek van Johan en de meneer Zeek van mij. En hier zijn mijn stokken en die andere stokken zijn van Johan. En we gaan nu lekker eten. Mooi kookstelletje van Gijs. We gaan lekker eten met tijdsverloop. Brand op werk. En ik hoor ook de politie of de brandweer. En er is wel wat gebeurd. Want Johan die zei al van er is fik volgens mij, maar er is denk ik van fik. Misschien zien jullie het niet, maar er is ook wat oranje. Er is brand in mijn bijhuis. Ik hoop dat het goed afloopt. De tweede. Aan brand, of de brandweer.
Ja, jullie horen het wel, denk ik. Wij zitten nu met z'n staf helemaal. Hallo kijkers. Bij de shout-out worden voor de nacht nog Albert Visser, Jordi en Milan Stoutjesdijk, Johannes de Boer, moest ik van Essel, Kramer zeggen, en Johan Akvoort. Johan, kom er eens even bij. En ja, die gaat nachtvissen. En het wordt een gezellig nachtje. Dit zijn de shout-out voor deze video. En ik zie jullie zo weer terug en hopelijk met een vis en met een live run. Dus? Ja. Dus, we zijn weer terug. En nu wachten. Ik heb de tutors al gecheckt. En nu wachten we weer er een. Want er zat er wel eentje aan. Dus. Kijkers. Dus er rijdt weer. Dus ik moet. En het blijft het 8 uur even. Dus. Ja. Jammer genoeg. Ik zie jullie zo goed dat ik het ook niet wist. Nou kijkers. We gaan nu slapen. De twee hengeltjes staan op. Van Johan ook. Daar is hij. Ik hoop dat ik daar alles goed op heb staan. Nou kijkers. Hier is Johan ook. En hier achter het beeld ben ik, maar we gaan nu eventjes, ja, we gaan nu even slapen. En we moeten altijd, dat weten jullie ook wel, de tutus checken. Dat doet Johan nu ook. Maar, even checken, alles is al staan. Mijn is er van. En nu Johan. Nou, dat wordt schrikken als hij hier heeft. Dus we zullen zien. We zijn ook hier in bed voor de nacht. Deurletjes. Dat is hier. Misschien wel goed beeld, maar dat het donker is. Sowieso een keer wel een idee, een brazen. Dus we gaan wel pakken en zien wel hoe we dan komen. Nou kijkers, zoals we weten, we gaan hier zien. Ik heb hier uitgevaren dat ik een stukje laat zien en kijken van de voetbal te zien aan het komt ook weer met tijdsverloop. Kijkers, alles is nat. Wat is dat? Alles droog maken. En dan zien we dus nu zo weer terug. We'll be right back.
rechter, jongens. En die linker, daar zit sterk bij Johan. Maar die rechter, die zit te trekken. Van mij. Daar moet je alert op zijn, want daar is de kaper. Ook met de lijver. Johan, die heeft telkens vis op zijn stek. Bubbels. Die linkerstok, die zit telkens te trekken. En die rechterstok ook. En die zit aan de overkant, bij die boom. En die rechterstok, daar moeten jullie even naar kijken. Nou kijkers, jammer genoeg niks gevangen. We hebben een paar trekjes, maar we gaan nu opruimen en zien dat we nog wat kunnen vangen. Want we laten de stokken staan in de eerste tent en daarna de rest en de laatste de stokken. Dat zei ik ook voor de vorige video's. Altijd eerst de andere spullen en daarna de stokken. Want je kunt altijd nog wel vangen. Nou, tot zo. En met tijdverloop ga ik de tent afbreken. Nou kijkers, ik ga nu mijn stok opruimen met tijdsverloop. Ik heb hier alles al op mijn kar zitten. En als laatst mijn stokken. Ik heb die ene stok al ingehaald, maar deze ga ik nu inhalen met tijdsverloop. Nou kijkers, alles heb ik nu op de kar en hier is mijn fiets. Hier is Evert en die gaat nog even vissen met Johan. En ik heb hier mijn voerboot en het komt helemaal goed. Ik zie jullie zo terug bij de fiets en hier is Johan nog even. Sweepen met je nekken. Lekker hoor. Zo, dat doet hij eventjes. En ik heb de voerboot. Hij is een ervaren visser. Zo. Nou, ik zie jullie zo terug bij de fiets. Kijkers, ik ben op de fiets. Op de rotonde. En hier zijn mijn spullen. En mijn voerboot. Die zit er achterop. En dat was gezellig met Johan. We komen net van de stek af. Niks gevangen. Wel een paar trekjes. Maar de volgende keer beter. Leuk dat ik jullie gekeken heb naar mijn video. Abonneer en like als je het nog niet hebt gedaan. En kijk ook die andere video's als je het ook nog niet gedaan hebt. En like die ook. Tot de volgende keer bij een andere video. En dan gaan we weer leuks van laten maken.